Estudiantes digitales. We hebben het over Zuid-Amerika en alles wat er komt kijken bij dat enorme continent. Dat wil zeggen wat betreft hun aardrijkskundige situatie. In deze video gaan we de sociaal-geografische kenmerken behandelen van Zuid-Amerika. Sociaal betekent maatschappelijk. En omdat de aard, omvang en ontwikkeling van de bevolking een grote rol speelt in de maatschappelijke verhoudingen, kijken we in deze video voor het Centraal Examen vooral naar de inwoners van Zuid-Amerika. Oftewel, hoe heeft de bevolking zich daar de afgelopen eeuw ontwikkeld en wat voor culturele invloeden kunnen we hierin terugvinden? Allright, daar gaan we. Bijna 70 jaar geleden woonden er in heel Zuid-Amerika ongeveer 114 miljoen mensen. Vandaag de dag zijn dat er bijna 4 keer zoveel, ongeveer 420 miljoen, waarvan grofweg de helft in Brazilië woont. Deze bewoners zijn heel ongelijk verspreid over dit continent. Het gros van de bevolking woont in de dichtbevolkte kuststeden, terwijl het binnenland in grote gebieden vrijwel onbewoond is. De grote steden zijn erg ontwikkeld en gemoderniseerd, terwijl het leven op het platteland erg achterloopt qua technologische ontwikkelingen. De natuurlijke omstandigheden zijn dan ook van grote invloed geweest op de bevolkingsspreiding in Zuid-Amerika. De bevolking is ontzettend snel gegroeid in de afgelopen eeuw. Er heeft een enorme natuurlijke bevolkingsgroei plaatsgevonden. Hiermee bedoelen we dat er een hoger geboortecijfer is dan het sterftecijfer. Door de technologische ontwikkeling in de grote steden, in vooral de gezondheidszorg, is het sterftecijfer flink gedaald. Naast de natuurlijke bevolkingsgroei, waarbij er dus meer mensen geboren worden dan er sterven, heb je ook nog de sociale bevolkingsgroei. Dan hebben we het over immigratie versus emigratie en het verschil in aantallen daartussen. Als er dus meer mensen verhuizen naar Zuid-Amerika dan dat er mensen vanuit Zuid-Amerika naar andere plekken verhuizen, spreek je van een sociale bevolkingsgroei. Dit speelt echter nog geen grote rol in dit gebied. In de afgelopen 100 jaar is het bevolkingsaantal dus ontzettend hard gestegen in Zuid-Amerika. Maar in de afgelopen jaren zijn er grote stappen ook gemaakt in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Dit zijn twee factoren die hebben bijgedragen aan het afvlakken van deze enorme bevolkingsgroei. Steeds meer mensen en vooral meer vrouwen gaan een opleiding volgen en anticonceptiemiddelen worden steeds beter verkrijgbaar. Dit alles droeg bij aan een demografische transitie in veel landen in Zuid-Amerika. Een demografische transitie wil zeggen dat een gebied een overgang doormaakt van een hoog geboorte- en sterftecijfer naar een laag geboorte- en sterftecijfer. Zo komt er ook een verandering in de demografische druk. Bij demografische druk wordt er gekeken naar de beroepsbevolking. Bijvoorbeeld naar de verhouding tussen het aantal mensen dat werkt vergeleken met het aantal mensen dat niet werkt binnen een bepaald gebied. Zo wordt er ook gesproken over groene ofwel grijze druk. Als je als land te veel baby's of oudjes hebt, dan spreek je van een hoge demografische druk. De werkende bevolking moet dan veel monden voeden. Opnieuw speelt de verbeterde gezondheidszorg daar uiteraard een grote rol in. Baby's blijven in leven en ouderen worden ouder. Zo krijg je vergrijzing. Als we naar deze demografische transitie kijken, dan onderscheiden we dat in 4 verschillende fasen. We hebben daar ook een vette tabel voor gemaakt. Om te beginnen liggen het geboortecijfer en het sterftecijfer heel hoog. Nou, door economische ontwikkelingen komen er verbeteringen in de gezondheidszorg, worden de leefomstandigheden beter en neemt zodoende het sterftecijfer af. Het geboortecijfer blijft echter nog hoog, dus je krijgt te maken met een hele snelle bevolkingsgroei. Na de economische ontwikkeling komt er beter onderwijs en hogere welvaart. Ouderen zijn minder afhankelijk van hun kinderen, omdat ze beter worden opgevangen door de samenleving via bijvoorbeeld een pensioenfonds. Zo neemt het geboortecijfer af en verlaagt de demografische druk in deze periode. Zowel het geboortecijfer als het sterftecijfer ligt laag.
Dit kan dan weer zorgen voor vergrijzing, aangezien er minder kinderen worden geboren en mensen steeds ouder worden. En zo kan de demografische druk dus weer stijgen. Maar zoals we eerder al hadden besproken, wonen de meeste mensen in Zuid-Amerika in steden. Dit is een ontwikkeling die in Europa ook eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. We noemen dit verstedelijking. Zuid-Amerika is zelfs het meest verstedelijkte continent ter wereld, met maar liefst 3/4 van de bevolking in stedelijke gebieden. Verstedelijking vindt plaats tijdens periodes van economische en technologische ontwikkeling, waarbij er veel banen ontstaan in de steden en mensen vanuit het platteland verhuizen om een nieuw leven op te bouwen in de stad. Sommige van die steden in Zuid-Amerika zijn uitgegroeid tot zogeheten supersteden, met meer dan 10 miljoen inwoners. Je kan het je misschien wel voorstellen met zoveel mensen, maar dit leidt op sommige plekken ook tot overbevolking. Steden als bijvoorbeeld São Paulo in Brazilië hebben wel meer dan 20 miljoen inwoners. Hier is sprake van veel werkloosheid en armoede. De bevolkingsdruk ligt erg hoog en mensen hebben vaak geen plek om te wonen. Zo ontstaan er veel sloppenwijken in de grote steden als Buenos Aires en Rio de Janeiro. Ze worden ook wel favelas genoemd. Favelas zijn wijken met illegaal gebouwde woningen door mensen die er zelf wonen. Soms worden die wijken zo groot dat ze bijna een stad op zich lijken. Mensen leven hier in grote armoede, zonder schoon drinkwater. Er heerst ook vaak veel criminaliteit in deze sloppenwijken. Die criminaliteit heeft in veel steden in Zuid-Amerika tot gevolg dat de rijke buurten vaak afgeschermd worden met omheiningen en camerabewaking. Deze gated communities zijn bedoeld voor de rijkere elite en liggen soms pal naast de favela's. Een erg gek gezicht is dat. Wat we de laatste 10 jaar wel hebben kunnen waarnemen, is dat de explosieve groei in de kuststeden flink aan het afnemen is. Door de overbevolking in deze steden trekken er meer mensen naar steden in het binnenland, waar de nieuwe steden uit de grond schieten. In Zuid-Amerika kun je heel veel West-Europese invloeden vinden, vanwege het koloniale verleden in dit gebied. Zo is de voertaal in bijna alle landen Spaans, terwijl in Brazilië Portugees gesproken wordt. Naast deze 2 talen kun je vast nog wel 1 andere taal noemen die in een Zuid-Amerikaans land wordt gesproken. Ja, Nederlands. In Suriname. Verder spreken ze Engels in Guyana en in Frans-Guyana spreekt men logischerwijs Frans. Je hebt vast wel eens van de term Latino gehoord. Latijns-Amerika is een verzamelnaam voor de landen in Midden- en Zuid-Amerika die Spaans, Portugees of Frans als eerste taal hebben. Iemand die hier vandaan komt, noemt men ook wel een Latino. Naast de taal zijn de Europese invloeden ook op een ander gebied nog erg zichtbaar. Ik zal je een hint geven. Misschien ken je het reusachtige beeld dat boven Rio de Janeiro uittorent. Cristo Redentor? Juist. Meer dan 85% van de bevolking van Zuid-Amerika is christelijk. Voornamelijk Rooms-Katholiek. Mede hierdoor zijn er in Zuid-Amerika relatief weinig grootschalige etnische en/of religieuze conflicten. Etniciteit is een bepaalde sociale identiteit die een groep mensen verbindt. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals bijvoorbeeld godsdienst, nationaliteit of de taal die men spreekt. In Zuid-Amerika zijn er veel mensen met een gemengde etniciteit. Een vermenging van verschillende bevolkingsgroepen noemen we mestizering. De hoge mate van mestizering in Zuid-Amerika is mede een gevolg van het koloniale verleden van het continent. Nog zo'n leuke erfenis uit het Europese verleden. Slaven uit Afrikaanse en Aziatische koloniën werden naar Zuid-Amerika gebracht om daar op plantages te werken. Nakomelingen van deze bevolkingsgroepen vormden dan weer nieuwe etnische identiteiten. Zo, nu weten we alles over de bevolkingssamenstelling van Zuid-Amerika. Succes ermee op je toets of examen en tot de volgende keer. De ultieme online voorbereiding op je eindexamens? DigiStudies is het antwoord. Op onze website vind je uitlegvideo's van alle examenonderwerpen van alle grote vakken. Alle video's zijn gemaakt door professionals en bevatten bijpassende begrippenlijsten en examenvragen.